En nu wordt het echt menens. We gaan zo eerst in een ruimte van 60 graden onder nul. En als we daar dan aan gewend zijn, dan gaan we naar een cel waar het maar liefst min 110 graden is. Zo, deze kun je even zo open trekken. En hier zit een beugeltje aan de bovenkant. Die kun je even open om je neus heen doen. En je houdt je schoenen aan. Ja. Oké, zijn jullie er klaar voor? Yes. Dan mag je er eventjes hier komen staan zo op een rijtje. En daar gaan we. We beginnen dus met 20 seconden in 60 graden onder nul. Yes, jullie mogen door naar de volgende ruimte. Man, oh man, wat is dit koud. Nog 2 minuten. Gaat het allemaal goed? Oh, je krijgt er nu... Je wimpers. Dit is op je wimpers. Mascara. Ik zweer het je, ik kan met mijn wimpers gewoon nu een gin tonic koelen. Ja, we beginnen nu wel een beetje koud te worden, hoor. Hoe lang moeten we nog? Nog 15 seconden. Drie, twee, één. Yes, jullie mogen eruit. Dit zijn misschien wel de langste 2 minuut 40 van mijn leven. En in ieder geval de allerkoudste. Yes! Ik ben echt compleet bevroren. Goed gedaan, hè? Ja, wat vond ik er nou van? Het is natuurlijk logisch, maar het is gewoon ijskoud. Als je hier instapt, toen dacht ik wel even, holy shit, wat was dit? Min 20, min 30 of zo? Moet ik nou naar 110? Je gaat niet shaken, niet bibberen, niet echt dat koud, maar je verstijft een beetje van de kou, je verkleumt gewoon. En nu voel ik me op dit moment hetzelfde als dat ik in de sauna ben geweest. Dus echt een hete sauna. Voor de maximale tijd is een kwartier en daarna in het ijsbad ben gegaan. Dat is hoe het nu begint te voelen. Het begint nu te stromen. Het begint nu een beetje te ontdooien. Nu moet ik volgens mij gaan trampoline springen en dan ga ik het effect merken. En anders, ja, die jongen zei het kan ook heel goed dat het pas vanavond komt op morgen. Maar ja, ik ben nog wel een tijdje met dit onderwerp bezig, dus ik hou jullie op de hoogte. Ik ben allemaal een beetje wappie, hoor. Jullie dat ook? Een beetje... Ja, we hebben wel heel hard gesprongen ook. Een beetje high. Ja, een beetje high. Heb jij dat ook? Ja, dat is zo. Ik kom altijd zo naar buiten en dan kijk ik ze aan. Laat me maar even. Ja. Een beetje high ben ik ook, ja. Zie je ook iets aan mijn ogen of niet? Zie ik er al jonger uit? Zie ik er jonger uit? Ja. Dan een uur geleden? Ja. Zijn mijn lachrimpels al weg? Ik ben wel een beetje high. En mijn sloffen zijn nog ijskoud van binnen. Maar die had ik ook niet aan natuurlijk op de... Oh, ik moet even bijkomen.